werkzaam hier bij Boekie Woekie? Ja, ik ben hier docent slagwerk in de breedste zin. En tegelijkertijd ben ik ook coördinator en projectleider popmuziek, lichte muziek. Dus pop- en jazzafdeling. En we organiseren hier dus op allerlei manieren evenementen om de pop en jazz echt aandacht te geven binnen de muziekschool. Maar tegelijkertijd ben ik ook bandcoach. Een van de bands die hier vanavond gespeeld heeft, die coach ik ook. Just That. En ook werkzaam als slagwerkdocent. Ja. Vandaag de dag van de pop-achterhoek. Hoe ziet u dit? Nou, ik vind het een geweldig mooie manier om een podium te creëren voor zowel de beginnende bands, die wij hier zelf als Kweekvijver zijn we hier om beginnende bands echt een plek te geven om hun kunnen te laten horen. En ook de bands die al jarenlang bezig zijn, hier echt te laten zien wat ze in huis hebben. Jeugd is heel creatief, is absoluut heel creatief en heel muzikaal. En we groeien natuurlijk ook als school mee met de behoeftes van de jeugd. Allerlei nieuwe stijlen die we ook echt de aandacht geven. Het is ook een opstap misschien voor jongeren. Ja, absoluut. Ja, het is een opstap. En ja, je ziet ook bands terugkomen. Je ziet ze groeien. Ook groei doormaken, dat ze beter worden. Maar we willen hier in Boogie Woogie ook vaker een podium zijn voor verschillende band-acts die we hier hebben. Dus u gaat zeker van ons horen het komende half jaar. Marijn van der Zaag, ja. Mag ik vragen hoe jong je bent? Ik ben 25 jaar oud. Ja. Ja. En al heel veel jaren in de muziek. Nou ja, dat kun je op zich wel zeggen. Ik ben ongeveer nu, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd 14, 15 jaar bezig met muziek. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I... En ik zit ja, op zangles. Dat doe ik ook al heel lang bij Sandra Friesen. Ook wel bekend met haar EP-album wat ze heeft uitgebracht laatst. En daar heb ik ook ja, achtergrond voor haar mogen inzingen. En dan heb ik ook heel leuk in het Willemeen in Arnhem daarbij mogen staan. En ja, verder ben ik net begonnen met singer-songwriter. Dus net met wat eigen nummers schrijven. En ja, ben ik ook met een goede vriend van mij in een studio in Deventer aan de gang om gewoon covers op te nemen. En daar ook mijn nummers op te nemen die ik nu zelf schrijf. Dus ja, de groei komt langzamerhand zeker. En het is begonnen op het AOC in Borculo, wat nu Zone is. Daar was een voorjaarsmarkt en toen begon ik met een vriendin daar te zingen. En toen had ik Sandra zo leren kennen. Ja, en zo is het eigenlijk gebleven dat ik met zingen verder ben gegaan. Ja. Ja. Nu vandaag actief in de club. Ja. Ja, de eerste keer. Ja, en hoe bevalt het? Nou, ontzettend leuk. Ik was vanmiddag al geweest bij Muziekkelder in Winterswijk, Wim's Muziekkelder. Nou, dat was ontzettend leuk. Mocht ik om 3 uur. Er waren toch nog een paar man wezen kijken en mijn vriend, dus dat was hartstikke leuk. Tim Schot, die overigens ook heeft meegedaan vandaag met de Dag van de Achterse Popmuziek. Nou, hartstikke leuk en ja, ontzettend naar mijn zin. Ja. Ik zag je vanavond werken met een gitarist. Klopt, een klopt. Gitarist. Nou, die heb ik sinds kort eigenlijk bij elkaar, bij elkaar geraapt. Ja. Want ik dacht, ja, mijn zanglerares zei van je moet eens een beetje buiten je boekje stappen. Dus ik dacht, nou, waarom niet? In het begin was het wel even wennen, want ja, je kent elkaar nog niet zo goed. Je moet even op elkaar inspelen. Maar ik moet zeggen dat het vanavond echt super ging. Ik ben helemaal enthousiast van hoe het is gegaan. We hebben natuurlijk ook wel 3 keer gerepeteerd en vanochtend nog even voor het optreden. Nou, ik ben helemaal tevreden. Het is goed gegaan en ja, hij speelt super goed. Dus ja, ik kon er wel makkelijk op inspelen, ja. Ik ben nu bezig met 1 Nederlandstalig liedje. En het wel een beetje in de stijl probeer ik van Suzanne Freek. En ook een beetje Mo vind ik ook heel goed. Dus daar ben ik wel mee bezig. Mijn genre wat ik het liefst zing, poprock en dan Engels. Maar het is nooit goed om je... Of ik bedoel, het is nooit verkeerd om eens een andere taal te proberen. Dus Nederlands, ja, is ook wel leuk om dat te doen. Dus ja. I don't belong here. I don't.
Dankjewel.